kom binnen. Ik zou zeggen, kijk hoe het er uitziet op een kamer. Paul is een van de mensen die in Leiden in de daklozenopvang terecht is gekomen. Omdat bij de opvang in het centrum geen plek meer was, verhuist hij naar deze plek aan de rand van de stad waar hij een eigen kamer heeft. Het is eigenlijk wel een uitkomst. Het is een uitkomst voor ruim 100 mensen in Leiden. Mede door de kou van de afgelopen week heeft Stichting De Binnenvest deze extra winteropvang moeten openen en 5 hotelkamers moeten huren. Je weet van tevoren toch nooit hoeveel mensen zich precies aanmelden. En je wil natuurlijk wel voor iedereen een plek hebben. En daarvoor is 1 of 2 locaties is daar gewoon te klein voor. En omdat je dan de 1,5 meter niet kan garanderen. En dus is het deze winter improviseren bij de dakloze opvang. En dat leidde soms tot gespannen situaties op de plek waar Paul eerst zat. Veel mensen bij elkaar, niet de juiste afstand kunnen houden qua slapen. Eigenlijk over het algehele vlak met alles, dat het niet fijn geregeld was, laat ik het zo zeggen. Iets verderop, in de voormalige kantine van een korfbalclub, slapen nu 10 Poolse arbeidsmigranten. I don't want to live here, you know. If I find a job, I can go, you know, I can get a room for rent or something, you know. But first of all, I need to get a job. I'm coming to the Netherlands because I want to change the my life and my family, my wife and my daughter, and nothing. Op het moment dat je natuurlijk je werk verliest, verlies je daarmee ook vaak je woonplek. En heel veel Polen verliezen nu dus hun werk? Ja. Ja. Dat is wel wat we zien. Het is druk, ook met arbeidsmigranten. En dan toch wel omdat ze geen werk hebben op het moment dat ze bij ons aankloppen.